Ja, ramvol. En sfeervol is het zeker. Maar Vitesse thuis dus nog niet gewonnen. Van der Bron wil dat nog gekoppeld zien aan voetbal. Hij zegt, het is allemaal mooi, de intensiteit van onze ploeg. De dynamiek. De wisselwerking met het publiek. Maar het gaat uiteindelijk ook wel om de punten. Nou, het begin van deze wedstrijd is overduidelijk voor Vitesse. Combinatie binnendoor en dat loopt dan net niet helemaal. Jogen Werven, dat schot. Die had wild geschoten. Eindhoven voorlopig nog niet aan te pas geweest. Lummel zit ertussen. Zorgheidje van Bakker. Huisman wellicht die daarvan kan profiteren. Huisman is schot. Wordt gepareerd door Tom Bramel. Buettner. Tielemans. Jonathans. Oh, die kan ver komen. Die kan heel ver komen tot in de 16. En dan Hogewerf. Nee, daar. Dat laatste stukje. Daar ontbreekt het er even aan. Ik zie een paar keer al bij Hogewerf. Hegbrink. Hegbrink. Oh, ja, penalty. Van achter omver gelopen. Door Denen. Hij liet zich verleiden tot het maken van een overtreding. En Buettner is degene die het vonnis zal voltrekken. Voor de 1-0 vanaf 11 meter. Het is de 27e minuut. En dwars door het midden. En zo komt Vitesse op een 1-0 voorsprong. Ja, de laatste 10 meter, 15 meter, daar ging het vaak wat minder. Nu, vanaf 11 meter, is het wat makkelijker om doel te treffen. Alexander Buettner. En daar in het midden, goede bal op Huisman. Huisman kan recht op het doel af of de bal aan Blummel geven. En die schiet hem in het zijnet en dat valt tegen. Dit is dan wel zo'n moment waar het ineens kan. Simons. Huisman wegdraaien, volgende kans en dit is een volgende strafschop. Nou, in de eerste helft een penalty voor Vitesse. Nu een strafschop voor Eindhoven. Huisman wil hem graag nemen. Maar Van Schuppen zegt nee, deze is voor mij. Boris Van Schuppen staat hoger in de hiërarchie kennelijk. Want die was heel gedecideerd. Allemaal goed en wel, Daan Huisman, dat jij dat wil. Maar ik ga het doen. Vroeg in de tweede helft. Het is de derde minuut. De kans voor Eindhoven om langzij te komen. En dit... Oh! Dit is wel heel erg subtiel. Waar Buettner rechts zo die gaat rammen dwars door het midden voor de 1-0 zorgen. Is het wel een heel subtiel balletje van Schuppen. Ook vanaf diezelfde 11 meter die voor 1-1 zorgt. Tielemans met rechts. Oh, de paal! Verdraaid dichtbij. De doffe dreun op het aluminium. Buettner. Visser. Oh! Dat is een subtiele kopbal van Andy Visser. Maar daar gaat een streep doorheen, want buitenspel. Hier komt die bal en het lijkt inderdaad terecht dat daar een streep doorheen gaat. Jonathans. Ja, die heeft nog wel wat in petto. Oh. Zet nog een eind over naar aan. Die heeft er zin in overduidelijk. Emiliano Jonathans. Maar goede acties al. Joran Bos. Terug Brondeel. Oh, Zeedorf glijdt weg. En dan is dit. Oh, Tielemans zwaar. Die krijgt hem niet langs Brondeel. En dan is het heel goed gekiept van Jorn Brondeel. Die heel snel
de afstand wist te verkleinen. De Recht. Dat is als laatste nog een corner. Laatste kans. Om deze mensen allemaal eindelijk de eerste thuiszegen van dit seizoen te laten vieren. De corner komt van Buter. Aardig neergelegd, Goedelje met een kopbal. En een goede redding van Brondeel. Dat is een lastige bal. Dan hebben we snel naar beneden. Kans Goedelje. Redding Jorn Brondeel. En heeft Vitesse weer geknokt voor wat het waard is. Ja, het neeschudden zegt alles. Weer niet gelukt om thuis te winnen.